Een aantal nominaties deze avond. Welke spreekt jou het meest aan als je zou moeten kiezen tussen de twee? Welke zou je het liefste hebben? Ja, ik zou ze alle twee heel graag verzilveren. Die hit van het jaar is natuurlijk heel mooie, maar daar is de concurrentie wel bikkelhard. Maar ook in de urban zijn de concurrenten echt allemaal het waardig om die mee te winnen, dus daar wordt het ook heel moeilijk. Maar voilà, als ik er op één moet mikken, ik hoop op allebei, maar als ik er op één moet mikken dat realistisch is, dan denk ik dat het een urban is. Heb je ook al plannen voor de rest van het jaar, voor de zomer? Qua muziek? Constant bezig met nieuwe muziek te maken ofzo, hè. Dus hopelijk dat daar nog wat uitkomt. En voor de rest, we gaan heel veel optreden van de zomer. Er liggen al een paar optredens vast in Trivierenhof, een van de mooiste plekken om te gaan spelen in het OLT. En voor de rest nog wat festivals en genieten van het leven. Hè. Ja, dat genieten van het leven. Er gaat ook nog wel wat anders veranderen in jullie leven. Binnenkort word je vader, word je moeder. Voor wanneer is het uitgerekend? Het is voor heel binnenkort en voilà, het zal onze derde al zijn. Dus we weten ongeveer wel wat te verwachten. Hè? Ja. Je bent al een beetje voorbereid, maar het blijft toch spannend, denk ik. Ja. Blijft spannend, vooral voor Marta. Ja. Ja. En drie kindjes, is hij een goede papa? Wat blieft? Is hij een goede papa? Ja, ja, dat is 100%. Echt waar. Ja. En binnenkort is het ook Valentijn. Hebben jullie speciale plannen dan? Of gaat dat helemaal in het teken staan van de geboorte? We gaan vandaag een beetje vieren, denk ik. Omdat rond Valentijn toch een heel drukke periode is. Dus vandaag ga ik een beetje Valentijn vieren. Ja? Heel veel plezier gewenst. Dank je wel. Dank je wel.